ja, is er toch niet dat groot optimisme. Is er eerder een soort gelatenheid, vorm van zelfs neigingen tot pessimisme. Later op de namiddag werd gisteren een mooi paviljoen geopend. Een kleine keuze uit de rijke voorstelling. De oceaan en de reusachtige waterlopen spelen een grote rol in Congo. Over bergen, valleien, stromen en watervallen werden moderne bruggen geworpen waarover de treinen razen door steeds wisselende landschappen. Om te eindigen bij de jongste vervoermiddelen die ons overzees gebied met het moederland en alle andere landen ter wereld verbinden. De kolonie was de kers op de taart van het triomferende België tijdens de wereldtentoonstelling. Officieel bij de meeste politici en in de meeste geesten was Congo nog altijd de kolonie waar het geld te verdienen viel. 2 jaar na de expo zal het voorbij zijn met geld verdienen. De kolonisering van Congo loopt op haar laatste benen. En vooral de Congolezen beseffen dat. De eerste groep Congolezen die een bezoek aan de wereldtentoonstelling brachten, zijn te Leopoldstad met een speciaal toestel teruggekeerd. Er heerste voor deze aankomst een drukke belangstelling, want deze zwarte broeders zijn niet alleen in België of te Brussel geweest, ze hebben de expo gezien en bij gevolg de hele wereld. Het is op de wereldtentoonstelling dat misschien wel een van de kiemen is gelegd voor die onafhankelijkheid. Want daar zijn een aantal Congolezen uitgenodigd geworden. Ik spreek dan van studenten en intellectuelen. En het blijkt dus dat achteraf daar de kern is gelegd van wat later de onafhankelijkheid zou worden. Op 30 juni 1960 wordt Congo onafhankelijk. De revolutie stort het land in wetteloosheid en geweld. Dat was een kolossaal dossier. Dat was ook van enorm belang voor België. Vergeet niet dat toch vele bedrijven toen enorme winsten maakten door al de verrichtingen die ze deden via Congo. Veel Belgen werkten ook in Congo. Dus mijn vader heeft dat dossier moeten beheersen in de mate van het mogelijke. Is voor een deel uit de hand gelopen. Met de Lumumba en ja, de Koude Oorlog. Mijn vader was dag en nacht bezig met het Congolese dossier. En de regering kwam daar verzwakt uit. Dat dossier heeft 1,5 jaar aangesleept. En in die periode kon de regering zich minder bezighouden met de begroting, de overheidsfinanciën. En het bleek dus vanaf 1961 dat die begrotingstoestand heel kritisch werd. En dat er een aantal grote uitgavenposten waren die helemaal uit de hand liepen. Met name de spoorwegen, de steenkoolmijnen, die enorm verlieslatend waren. En mijn vader kreeg het verwijt in de media dat die regering te weinig deed aan het financieel beleid van het land. En dan heeft die regering die fameuze eenheidswet uitgewerkt om te saneren, hier en daar te proberen die kranen die liepen dicht te draaien. De regering neemt op zich de verantwoordelijkheid van een nieuw programma voor te stellen voor totaal economisch en financieel herstel. Daarbij volledig rekening houdend met al de implicaties die volgen uit hetgeen voorgevallen is en nog voorvalt in Congo. Grote woorden met grote gevolgen. Congo en onze verouderde industrie brachten de economie zodanig in de problemen dat Eyskes besluit om het geld elders te gaan halen. Onder andere bij de pensioenen van de burgers. En dat ging te ver voor de vakbonden. Het aantal stakers loopt op tot 750.000. Tijdens het protest vallen 9 doden, maar Eyskes houdt het been stijf en het leger achter de hand.